Men heeft vaak etiketten om op je te plakken. Maar men ziet niet en men weet niet wat er ooit eens in jouw leven is gebeurd. Iemand van wie je houdt die je eigenlijk minderwaardig laat voelen. Thuis heb je dan mensen die je eigenlijk ook laten merken dat je eigenlijk ook daar geen bijdrage levert. Ik probeerde ergens uit die situatie te komen, maar het lukte me niet. Het was zo verergerd dat ik dus met zelfmoordgedachten liep. Niet omdat ik dood wilde gaan, maar omdat ik wilde dat het lijden ophield. Dat ik niet meer hoefde te voelen wat ik voelde. Weet je, het is hard om het te zien als naaste. Dat iemand van wie je zoveel houdt, op die manier sterft. We gaan allemaal een keertje dood. We verliezen allemaal wel iemand die heel dicht bij ons hart is. We kunnen allemaal een ongeluk krijgen en sterven. Maar om iemand te verliezen die zelf zijn of haar dood heeft gecreëerd, komt eigenlijk veel harder aan voor de familie. En al zeker voor iemand die heel veel van die persoon heeft gehouden. Als kind heb ik een erg traumatische ervaring meegemaakt die me best een pessimistisch kind maakte. En als kind kampte ik ook met suïcidale gedachten. Ik ben als jongere verkracht geworden door een familievriend. Ik heb het heel lang aan niemand verteld. Niet aan mijn ouders, niet aan andere familieleden, niet aan vrienden. Ik heb het jarenlang als een figuurlijke rugtas voor mezelf gehouden en gedragen. Ik was bang om mijn omgeving te vertellen om verschillende redenen. Ik dacht, ik wil mijn moeder geen verdriet aandoen, want ik weet hoeveel ze er best voor ons had gedaan. En ik dacht, ik bespaar mijn ouders het verdriet. Ik wil niet dat ze zich zorgen maken om mij. Dus ik houd gewoon voor mezelf. Mijn broertje was 21 toen hij relatieproblemen had en kennelijk zag hij het niet meer zitten. En ik ga eerlijk zeggen, we hadden het niet zien aankomen, omdat hij een hele vrolijke persoon was. En het was hard, vooral die dag toen hij nog geleefd heeft. Omdat er zoveel door je hoofd gaat, je weet niet waaraan je moet denken, je weet niet wat je moet hopen. En het ergste voor mij was om mijn ouders te zien. Die dag alleen al. En nog erger toen hij stierf. Ik heb ze dus verteld wat gebeurde. En ze waren allemaal in shock. En het eerste dat ik kan onthouden was dat mijn moeder me zei, ze keek me aan en ik zeg, ik geloof je. Het heeft me zoveel laten huilen. En toen dacht ik in mezelf, achteraf gezien toch, wat had ik eigenlijk verwacht? Wat had ik eigenlijk verwacht? Ze zijn mijn ouders, ze houden van me en ze zijn er voor me. Maar in het proces van de traumatische gebeurtenis heb ik zo'n idee in mijn hoofd gecreëerd dat ik er alleen voor stond. En dat ik het alleen moet doen. En dat niemand er voor me is. En dat het zo zwaar is. En zo zie je maar weer, ik hoef dit niet alleen te doen. En de tweede vraag dat me natuurlijk werd gesteld is, waarom heb je het niet eerder verteld? Suïcide of wel zelfmoord, zelfdoding, is een enorm belangrijke situatie. Ik noem het eigenlijk een situatie omdat suïcide vaak aanleiding heeft. Er zijn oorzaken die daartoe leiden. En vanuit het ministerie van Volksgezondheid constateren we een enorm aantal personen, die pogingen ondernemen om zelfdoding te stimuleren. Dus mensen ondernemen pogingen om gewoon het leven te beëindigen. En we hebben in Suriname helaas niet altijd alle data direct voorhand, maar het is wel overduidelijk, want wat we meemaken in de media, in de nieuwsberichten, is natuurlijk zorgwekkend.
Suïcide is te voorkomen. In de preventie van suïcide zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Deze zijn onder andere het beperken van de beschikbaarheid van middelen waarmee iemand zich zou kunnen suïcideren, het bevorderen van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen, maar ook het verantwoord berichten over suïcide in de media. Daarnaast is ook belangrijk vroege herkenning en begeleiding van mensen met suïcidaliteit. In de preventie van suïcide is er namelijk voor een ieder een rol weggelegd. Stigma en taboe kunnen maken dat iemand die suïcidale gedachten heeft of die een poging heeft gedaan, niet uit zichzelf hulp gaat zoeken en daardoor dus ook niet de hulp kan krijgen die zo iemand nodig heeft. Daarin kunnen wij allemaal verschil brengen, dus ook jij. Als ouder, kind, broer, zus, buurman, vriend, collega, leerkracht enzovoorts kunnen we allemaal van betekenis zijn voor iemand. Als ik nu terugdenk aan die hele periode, dan is er wel een moment geweest waar ik als broer had kunnen aanpakken. Want ik ben eind oktober jarig en hij is 13 december overleden. Dat is ongeveer 6 weken voor die tijd. En op mijn jaardag was ik met verlof. Maar ik ben toen wel uit huis gegaan in de ochtend om snacks te brengen naar het werk. En ik ontmoette een bijwinkel. En hij zag er heel afwezig uit. Hij was niet bij. Ik groette hem, ik vroeg hem hoe het gaat. Hij zei wel dat het goed gaat. Ik keek hem aan en ik vroeg hem nogmaals of het goed gaat. Hij zette een fake smile op en hij zei ja, het gaat goed. Weet je, maar ik was voorheen nooit geconfronteerd met zo'n situatie, zo'n ingrijpende situatie. Dus ik was niet alert en je denkt in de verste verte niet aan zelfmoord en zo. En als ik terugdenk, dan was dat het moment dat ik had moeten aanpakken en hij had moeten zeggen van nee, iets gaat niet goed. Weet je, want mijn broertje was altijd een vrolijke persoon. Hij was altijd vrolijk. Hij was heel levendig. En als je zo'n significante verandering merkt in iemands houding en iemands gedrag, is dat echt het moment waarvan je aan de bel moet trekken. Dat er iets niet goed is. Het focus van het ministerie gericht op als beleid is eigenlijk het creëren van een raamwerk voor de komende periode met eigenlijk alle randvoorwaarden die in place moeten zijn. Opgebouwd door lokale experts, maar ook ondersteund door buitenlandse hulp. Deskundigen die ons daarin kunnen helpen formuleren een raamwerk. Waar in ieder geval een vangnet voor moet zijn. Vanaf de identificatie tot het moment dat iemand een poging heeft ondernomen en eruit is gered. Maar ook algemeen, de samenleving moet ook geïnformeerd worden over tekenen van depressie, stress. Wat je precies moet doen. Wanneer je verdrietig of down voelt, hoe je daarmee moet omgaan. Maar ook het identificeren van enkele belangrijke, invloedrijke figuren, posities in de maatschappij. Ik denk in deze aan geestelijke leiders, ik denk in deze aan onderwijzers, leerkrachten, doktoren. Dat zijn mensen met wie de samenleving rechtstreeks in contact is. Dus dat zijn eigenlijk onze focal points, om het maar zo te noemen, waarbij wij deze mensen moeten gaan trainen, de handvaten moeten aanreiken binnen dat raamwerk om die samenleving te gaan dienen en in deze precies specifiek te gaan identificeren wanneer iemand tekenen van depressie vertoont en een high-risk suicide person is. Als je je niet lekker voelt in je vel in een bepaalde fase van je leven, zoek hulp. Begin bij je omgeving, je vader, je moeder, een broer, een zus, een goede vriend of een goede vriendin. Heb je die niet of helpt het niet, neem dan gerust een stap naar de huisarts. De huisarts is er niet alleen voor lichamelijke aandoeningen, maar ook voor psychische aandoeningen. Er wordt een vertrouwensband gecreëerd door de huisarts, tussen huisarts en patiënt, waarbij de patiënt zich op zijn gemak voelt en gerust zijn verhaal vertelt. Heel vaak zijn patiënten bang dat de huisarts hun verhaal verder naar buiten brengt, maar dat hoeft allemaal niet, omdat de huisarts een ambtsgeheim heeft. Dat wil zeggen, elk ding dat jij bespreekt met je huisarts, dat blijft tussen jullie beiden.
Als ik merk dat een patiënt vaker mijn spreekuur bezoekt in verband met een of ander probleem, of als ik merk dat of de patiënt zelf aangeeft dat hij een gesprek met me wil hebben, dan zorg ik ervoor dat ik zo'n patiënt op het einde zie van mijn spreekuur, zodat deze patiënt alle tijd en ruimte heeft om in alle rust met me te praten hierover. Als de huisarts uiteindelijk geen hulp kan bieden, zal deze de patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerde deskundige, zoals een psychiater of een psycholoog. Heel vaak vindt de patiënt dat niet prettig, omdat die bang is door de maatschappij gestigmatiseerd te zullen worden als te zijnde gek. Dat is natuurlijk heel jammer, omdat een psychiater een specialist is van psychische aandoeningen. Net zoals een cardioloog een specialist is van het hart, een longarts een specialist is van de longen. Praktisch advies aan de naasten is de persoon de ruimte te geven te praten. Neem je tijd om te luisteren en probeer te begrijpen wat zo iemand beleeft. Geef de persoon vooral de ruimte zich te uiten over de gevoelens van hopeloosheid, verdriet, angst, boosheid, wanhoop en onmacht. En geef erkenning voor deze gevoelens. Laat het veroordelen van de gedachten, de gevoelens en het gedrag van de persoon achterwege. Geef de persoon vooral geen preek. Wat je zeker niet moet doen is de persoon zeggen wat hij of zij moet doen of oplossingen aandragen. Het luisteren, het laten praten van de persoon en de persoon het gevoel geven dat je er bent, kan hoop creëren en op die manier een leven redden. Ik fungeer ook als coach en ik heb verschillende cliënten gehad die me vertelden dat ze zich hebben opengesteld, maar de reactie die ze hebben gehad van hun ouders of hun familie heeft juist ervoor gezorgd dat ze dichtklappen. Opmerkingen zoals zeg geen domme dingen, of het is niet waar, of je jokt, of altijd overdrijf je. Dat zal dus ervoor zorgen dat iemand niet meer naar jou zal komen om hun zorgen te delen. Dus altijd neem mensen serieus en vraag door, want misschien is er niets daar. Maar misschien is er wel wat daar. Alle ouders hebben het druk tegenwoordig, eigenlijk altijd. Maar zorg ervoor, kijk naar signalen van je kind. Soms wil een kind praten, maar dat kind vindt geen toegang. Geef aandacht aan je kind. Het hoeft niet altijd, misschien aan tafel. Zorg ervoor dat jullie één keer per dag toch een moment samen hebben. Dat is meestal tijdens de lunch aan tafel. Dat is een voorbeeld om naar elkaar te luisteren, te kijken naar elkaar. En ook daar kan je misschien alvast een signaal opvangen van een kind of een ouder, een oma, een opa, een zus, een broer. Als je het vanaf het begin aanpakt, geloof me, kan je het voorkomen om in dezelfde verdrietpositie te geraken waarin ik was. Bij deze roep ik ook ieder op in het kader van de Wereldsuïcidepreventiedag. Praten is belangrijk. Hoe eerder je praat met iemand, hoe sneller je gaat praten met iemand, hoe sneller je ook het probleem kan voorkomen. En wat we zeker niet moeten hebben is wanneer iemand ooit een suïcidepoging heeft gedaan, dan verwacht je juist die ondersteuning nu van die samenleving, van die overheid. Maar wat je soms ook hebt, is dat er juist een stigma ontstaat richting zo iemand. En dat moeten we zien te voorkomen. Dus ook op werkplekken, ook op ambtenaren in de overheid, systemen, moeten er tools worden aangereikt aan mensen van let op als iemand suïcide heeft gepleegd. Het kan gevoelig zijn bepaalde onderwerpen, weet hoe je omgaat. Maar ook op werkplekken dat er een shrink is, iemand die kan ondersteunen. Dus dat zijn allemaal zaken die wij als regering, wij als ministerie van Volksgezondheid willen gaan stimuleren. En daartoe heb ik ook specifiek een beleidsagenda. Voor het onderdeel suïcide, maar ook in het kader van de mentale gezondheid. Het is zonde dat iemand overgaat tot deze daad, omdat je het kan voorkomen, mits we naar elkaar luisteren, goed naar elkaar kijken en elkaar de aandacht geven die we nodig hebben of die de ander nodig heeft. Het is belangrijk dat kinderen goed presteren op school. Het is belangrijk dat kinderen goede vrienden hebben. Maar het is ook belangrijk dat je kinderen in een gezonde mentale situatie zitten. En dat kan je niet makkelijk van hun gezicht aflezen. Er zijn sommige mensen die hun gemoedstoestand heel goed kunnen onderdrukken, waardoor je het niet van het gezicht kan aflezen dat er iets is met de persoon. Dus het is heel belangrijk om van tijd tot tijd goede, diepgaande gesprekken te hebben met je kinderen. Ik zeg kinderen, maar
ook volwassenen in je omgeving. Praten helpt heel veel en je kunt daar heel veel mee voorkomen. Ik weet nog, mijn vader zegt me altijd dat hij van me houdt. En zelf in moeilijke tijden heeft het me zoveel aangesterkt. Because I knew that I was loved. Ik weet dat ik geliefd ben. En ik had heel lang liep ik met die donkere wolk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat door zijn liefde ik ook zo aangesterkt ben geworden. Dus aan de ouders thuis, vergeet niet om het te zeggen. Soms willen we het horen.